Ik had jou gisteren toevallig nog aan de lijn. Restaurant. Mooie kerstboom stond er al, zeg ik ook. Ja. Lekker gegeten? Heerlijk. Oké, en toen zei je het volgende over PSV. Je ging ze even feliciteren. PSV is niet meer te stoppen. PSV is kampioen. Bij deze gefeliciteerd? Ja, maar dat heb ik... Ik ben de enige, Wilfred. Ik kom weer terug aan tafel die dat vanaf het begin al heb gezegd. PSV gaat geen wedstrijden heel makkelijk verliezen in de Nederlandse competitie. En om terug te komen op je vraag, Wilfred, wij mogen PSV bij deze feliciteren. Nou, applaus. PSV gefeliciteerd, ja. Ja. Nou, dat gaat niet van hard hier. Nee, dat vinden ze niet leuk hier. Wim? Dat wil ik wel onderbouwen. Oh, oké. Okay. Hoeft niet, maar nee, mag wel. Ja, dan wil ik, wat ik hier ook zeg, PSV gaat niet zo snel wedstrijden verliezen. En dan moeten ze volgende week tegen Feyenoord. Ja. En dan zie ik Feyenoord spelen. Dan denk ik ook niet van, het loopt allemaal heel erg gesmeerd. Schiet Gimenez er weer 3 in. Dat, ja, dat prima, sessie kunnen schieten. Ja, zeker, 100%. Maar PSV geeft gewoon vrij weinig weg. En dan zullen ze daar misschien, zal misschien een keer gelijk worden. Maar ook nu weer bij Twente worden ze geholpen. Worden ze in het zadel geholpen door die rode kaart. Maar gaat het ook gewoon weer vrij makkelijk. Gewoon op de automatische piloot. Dus ik verwacht dat PSV gaat dit seizoen misschien wel eens alle records verbreken. Ik ben het niet met Wesley eens, hoor. Want er zijn zo'n paar punten verspeeld, hè? Ja. Dat Feyenoord ook in het begin twee keer gelijk als je nu... En waarom zou Feyenoord niet van PSV kunnen winnen? Die zijn gelijk qua niveau. Echt. Ja, in eigen Kuip ook nog een beetje. Ja. Met die netten eromheen, hè? Dinsdag hebben ze... Ook nog eerst Atletico natuurlijk. Even kijken. Hoor. Is dit allemaal dan? Dit is de wedstrijd. Ze hebben allebei Europees. Ik kan het allemaal niet lezen. Heerenveen thuis, Arsenal thuis, AZ uit en Twente. Ja. Twente voor de beker thuis. AZ uit. Hé. Hey. En als ze dit weekend ook 3 punten verspelen, dan staat het gewoon weer gelijk allemaal. Ja. Kan allemaal gebeuren. Maar we hebben net PSV gefeliciteerd namens Wesley. Dat is een beetje lullig dan. Nou, ja. En je weet dat het wordt uitgezonden, Wesley, dit. Ja. Dit wordt gewoon vastgelegd en zo. Mensen kunnen het zien thuis. Ik blijf er ook bij.